Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. En we zitten nog steeds in onze Suripop-serie. We praten met een van de finale componisten die op 3 december in Nice de galaavond ook zal bijwonen en zijn kunnen aan ons zal laten tonen door middel van zijn compositie. We praten met Emmanuel Sanfisi. Goeiedag, Emmanuel, want je zit helemaal in Holland. Tot hier in Suriname kom je Suripop doen. Hoe gaat het met je? Ja, los van de kou gaat het wel goed. Ja, oké. Ook gefeliciteerd dat je in de finale bent beland. Toen je meedeed en je hebt ingeschreven om mee te doen. Toen was je nog niet in Nederland, hè? Toen was je nog in Suriname. Ja, klopt. Ik ben pas een bijna een jaar hier, ja. Dus niet zo lang geleden. Nee, maar toen ik meedeed, oorspronkelijk was ik gewoon in Suri. Ja, klopt. Oké, maar was het toen al in de planning dat je in Nederland zou zijn? Dus had je al in gedachten dat je Suripop finale vanuit Nederland zou moeten meemaken? Nee, want toen was het nog voor corona. Waren de finalisten al bekend. Dus ik dacht, het gebeurt in 2020. Dus toen wist ik het niet. Maar na 2020, na maart, dacht ik ook van dit gebeurt waarschijnlijk wel eens in Nederland. We zijn 4 jaar verder. Jouw leven is natuurlijk helemaal veranderd, want je bent zelf van woonplaats veranderd. Maar Mina Libisma toe, is dat nog steeds de boodschap die je in 2022 zou willen delen met iedereen die naar je nummer luistert? Oh ja, zeker. We zijn nog heus niet zo ver wat betreft dat mannen zich vrij voelen om kwetsbaar te zijn. En we merken ook in de samenleving hoe het gebrek daaraan en wat er naartoe kan leiden voor mannen wanneer zij gewoon zichzelf niet uiten. En dat het dan soms heel ongezond geuit kan worden. Maar soms kan het ook zijn dat het voor zoveel relatieproblemen zorgt. Dus de boodschap blijft nog gewoon echt relevant, vind ik. Ja, maar dit lied is wel echt voor mannen geschreven. Nou, het is wel vanuit een mannelijke standpunt geschreven. En is wel. Ik hoop dat het wel echt iets met mannen doet. Maar daarnaast wil ik ook dat mensen die zich terug kunnen vinden in de principes van het lied, dat ze zich ook daarin kunnen terugvinden. Want de principe kun je op elke relatie toepassen. Ja. Empathie tonen in plaats van conclusies trekken. Op basis van hoe jij dingen ziet en niet op basis van wat de andere persoon denkt of ziet. Dat is een les die we allemaal kunnen toepassen in ons leven. Zij nou in een relatie, in een collegiale sfeer. In familiaire banden, vriendengroepen. Ik denk dat de message wel gewoon voor iedereen kan gelden. Ja. Maar natuurlijk wil ik wel dat mannen er echt iets over houden, zeg maar. Ja. Ja. Wat is de reden geweest dat je dit nummer hebt geschreven? Is het echt vanuit een eigen stukje eigen ervaring? Of dat je een beetje kritisch kijkt naar de wereld om je heen en zegt van, ik denk dat volgens jou dus, dat daar de schoen wringt in de manier waarop dingen gaan in het leven en in de wereld? Ja, weet je wat zo grappig is als songwriter? Ik weet nooit als ik iets schrijf uit eigen ervaring of wat ik zie in de wereld. Want meestal, omdat ik me zo inlief in die tekst, en ik gebruik soms kan ik een hele andere gebeurtenis die mij wel emotioneel maakt, gebruiken voor een heel andere situatie te schrijven. Bijvoorbeeld, ik voel verdriet. En ik kan door dat verdriet een lied schrijven over iets dat niet met mij is gebeurd. Maar ik kan dat verdriet wel gebruiken als kanaal. Dus het is altijd een beetje 50-50, zeg maar. Van, wat ik zelf meemaak, maar aan de andere kant is het niet heel specifiek, zeg maar, dat gebeurtenis. Maar tegelijkertijd wist ik ook van, dit is iets dat rondspeelt in de samenleving. En ik gebruikte dus mijn emoties om zoiets dan te schrijven. Ja. Dus het is altijd een beetje een wisselwerking van beide. Ja, dus eigenlijk een beetje pijn gebruiken als voedingsbodem voor. Juist, en maar ook vreugde. Als ik een vreugdevolle lied schrijf, kan ik een vreugdevolle lied schrijven over een situatie waarin ik ben geweest. Of ook een situatie waarin ik niet ben geweest, maar zeg maar jouw emoties gebruiken voor iets dat heel veel mensen mee kunnen relaten, zeg maar. Ja. Okay. Je broer is je zanger. Toen je bezig was te schrijven, heb je geschreven met hem in mind? Toen ik het schreef niet, want toen wist ik ook niet van, ik ga dit inleveren bij Suripop. Maar toen ik wist dat ik het zou inleveren bij Suripop, toen had ik zoiets van,
Dan wordt dat mijn broer. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Okay. Was hij ook zo van, hey, luister nou, logisch, ik ben je broer, dus natuurlijk ga ik het zingen. Is dat, was dat bij hem ook een sentiment? Nee, maar ik, niet omdat hij mijn broer is, maar omdat hij weet dat ik... Ja, hij wist gewoon, ik zou het gewoon aan hem vragen. Ja. Dus, maar hij wist ook niet, zeg maar, dat ik zou meedoen. Hij wist heel laat dat ik wilde meedoen. Dus ja. Hij was helemaal niet bewust ervan. Ik zei hem gewoon, hey, ik heb zo'n lied, ik wil het leveren voor Suriname. Ja. Kan je voor me zingen? En natuurlijk, omdat hij mijn broer is, kan het gewoon heel snel gebeuren. Ja, dus, ja natuurlijk. Maar het is ook wel een beetje zijn stijl. Dus het is best heel gevoelig. Precies, ja. Juist. Ja. Heel modern. Ja, het is echt zijn ding. Ja. Hij dacht in het begin dat ik juist iets heel klassiek wilde. Ja. Dus het was even zoeken bij hem. Maar ik zei hem, oh nee. Ik ben ook gewoon, qua songwriting, ik schrijf rap en zo. Ja. Maar qua songwriting ben ik ook gewoon echt pop, weet je. Maar dit is very jazzy. Het is heel modern. Het is, jazzy. Er zit toch een lekkere groove in. Hoe heet dat? Heel erg relaxed, layback. Waardoor je de tekst goed tot je kan nemen. Kan nemen, ja. De uitdaging was om niet te contemporary te zijn, ja. Maar dan ook niet te klassieker mee. En we proberen zeg maar een middelweg te vinden mee. En naar mijn gevoel is dat wel goed gelukt. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Ja. Maar je zei ook dat je eigenlijk dit lied niet had geschreven voor Suripop. Dat zei je net. Nee, ik had het niet met een intentie geschreven. Ik schreef het gewoon. Ja. Maar toen ik hoorde dat de inschrijvingen open waren. De inschrijvingen open waren, wist ik sowieso dat het... Een van de redenen is omdat ik schrijf niet heel vaak. Persoonlijk vind ik niet dat ik heel vaak heel goede liederen schrijf in het Tsranatongo. Oh, oké. Ja, dus toen ik dat hoorde, dacht ik, deze song is hem wel. Grappig. Ja, voor mij moet ik... Ja, Nederlands is mijn main schrijfstijl. Ja. Maar ik schrijf wel in het Tsranatongo. Alleen, ja, die komen niet altijd zo uit als Libis Matu. Ja, het is niet, niet per se makkelijk, inderdaad. Nee, ja, het is niet, nee. Dat, ja. Maar het grappige daarvan is dat volgens mij is dit de eerste keer dat Suripop is met alleen maar Surinaamse tekst. En normaal heb je toch een Engelse of een Nederlandse ertussen. Niet. Deze keer is alles Surinaams. Klopt. Hoe heb je het ervaren door vanuit Nederland eigenlijk het proces te moeten hebben volgen? Ja, ik heb het deels in Suriname en deels in Nederland. Ja. Dus het was wel... ik heb niet alle leuke dingen gemist. We hadden wel de basis van het arrangement al in Suriname. En ook het vocale hadden we heel veel in Suriname. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn er ook dingen die we echt hebben kunnen doen toen ik in Nederland was. En we wisten, oké, Suripop wordt op 3 december gehouden. Yeah. Want je wilt een beetje nog een paar speciale dingen laten voor wanneer je weet, het gaat echt uitkomen. Yeah. Dus dat was wel... ik zou heel graag gewoon live willen zijn. Maar tegelijkertijd kan ik wel gewoon vertrouwen op de producers, op Rebrov. Ik heb gewoon een heel goed team gehad die me daarmee heeft geholpen. Dus het is wel gewoon heel goed gegaan. Ik heb gewoon echt niets te klagen. Het was gewoon een fijne samenwerking. Mm-hmm. Ja. En de productie, vind ik, is heel goed uitgekomen. Ja, het is geworden wat je ervan had verwacht. Ja. Je komt voor 3 december wel naar Suriname? Ja, daarvoor, dat hoop ik. Ik denk er nog steeds over na. Je hebt weinig tijd. Ik heb weinig tijd. Ik heb heel weinig tijd. Nog een week, maar ja. Ja, dus ik zie wel, ik spaar nog een beetje kijken of het me nog kan lukken. Ja, dat zou jammer zijn, hè, als je er niet bij kon zijn. Ja, maar tegelijkertijd hoop ik wel dat mijn fans zullen gaan. Als ik er niet bij ben om het te vertegenwoordigen, weet je? Big up. Okay. Nee, maar ik doe al mijn best. Oké, okay. Nee, ze zullen representen. Dat hoop ik, ja. Maar 3 december, hoe belangrijk is het voor jou? Want als ik luister naar je, dan twijfel je toch wel om er wel of niet bij te kunnen zijn. Maar het is toch best wel een groot moment. Dus hoe ga je daarmee om? Het is denk ik een beetje mixed feelings. Ja, ik twijfel niet of ik erbij wil zijn. Nee, daar zal je niet aan twijfelen, nee. Nee. Leeds, nee. Huh? Ja, dus ik wil er wel heel graag bij zijn. Ik twijfel alleen of het nog haalbaar is voor mij. Qua verschillende vlakken. Mm-hmm. Maar het kan nog steeds lukken, dus dat zit er wel, dat kan er wel echt nog in zitten. Ja. Maar over het belang van Suripop, ik vind...
Ik vind Suripop een heel. Ja, het is een begrip in de samenleving. Het heeft een historie ook. En voor mij als muzikant en als schrijver is al in de finale staan, zegt al wat voor mij. Omdat ik zelf songwriter ben, heb ik altijd wel gekeken naar Suripop met het idee: een keertje wil ik hieraan meedoen en een keertje wil ik ook winnen. Oh, Dat zou ik oké. leuk vinden. Dat zou Ja. ook meegenomen zijn. Oké. Maar ook omdat ik heb heel veel andere dingen ook al gedaan. Ik heb ook al nummer 1 gescoord. Ik heb al Ja. een paar hitjes gehad, maar ik heb nog geen Suripop. Ik heb nog geen Suripop prijs binnen. Oké. Weet je, dus voor mij zou dat wel echt een. En ook nog omdat ik ben verhuisd naar hier, zou dat wel een goede afsluiting voor me zijn. Weet je, van in Suriname heb ik qua muziek wel heel erg mijn best gedaan. En met Suripop zou het een toppe afsluiting zijn. Ja, Ook vooral vanwege wat Suripop betekent voor de samenleving. Dus dat zou, ja, voor mij staat het dus wel heel, heel hoog aan de lijst. Dus ik doe wel echt mijn best om te komen. En ik kijk er heel erg naar uit. En ik hoop echt dat het iets Ja, want moois ik wordt. denk Ik dat weet dat als het je iets moois meedoet aan gaat worden. Suripop, dan doe je het eigenlijk ook gewoon voor de beleving, toch? Het is, Ja, klopt. ja, Juist, precies. klopt, klopt. Het is niet alleen van de song alleen, maar je wilt Ja. ook gewoon erbij zijn. Dus een beetje Ja. de sfeer, de turbine, de Ja. Suriname, weet je, alles. En ja, dus dat is Ja. ook echt zo, ja. Klopt. Nou, nog een motivatie om Ja, een om spaar, ja, harder mijn best te doen. harder je best te doen. Om iemand te bellen en een spaarvarken open te breken. Ja, klopt. Ja. Dus moet ik nog meer sponsoren zoeken en zo. Ja, dus iemand bellen om je afspraken te verschuiven, bedoel ik dus. Hè? En Ja, spaarvarken openbreken klopt. om een ticket te kunnen betalen. Meer dan dat heb je niet nodig. Juist. Nee, Ja, oké. Maar je klopt, bent klopt. wel je bent wel je nummer natuurlijk via social media, neem ik aan, wel een beetje aan het pushen en promoten natuurlijk. Hè? En de Oh ja, reacties op zeker, social zeker. media, hoe vond je die? Hoe ga je daarmee om? Ik ben zo, ik moet eerlijk zeggen, ik wist wel dat het is een goede zaal, maar nog steeds, ja, nog steeds, het verbaast me niet, maar het humbles me, laat me dat zo Ja, zeggen. oké. Het humbles me om te zien hoe mensen erop reageren. Ik zie dat echt, mensen er echt iets aan hebben, dat het echt iets voor mensen betekent, dat het mensen echt raakt. En dat, people really enjoy the song, people are touched by the song. Ja. En dat, it really humbles me niet. En het is, weet je, heel veel mensen, weet je, appen me, bellen me, die zeggen van, oh, die song, ik luister het zoveel keren per dag, heeft zoveel voor mij betekend, laat me Ja. dit doen. Andere mensen zeggen van, het laat me zoveel keren huilen als ik ernaar luister, of Ja. het laat me hieraan denken, het helpt me dit te verwerken. En ja, daarvoor doe je het uiteindelijk Ja, wel, weet heel je, en mooi. Ja, oké. ja. Very nice, very nice. Nou, in ieder geval succes naar 3 december toe. Laten we hopen dat het lukt. Het zal een verrassing Ja. blijven. We kijken als we je op de generale zien en dan weten we dat je er op 3 december bent. Als ik op de generale ben, dan ben ik Dan ben je er. Ja. er. Ja, in Ja, ieder nee, maar ik doe geval. echt aan mijn best. Ja. Oké. Ja. Succes ermee en enjoy op jouw manier van daaruit. Ja, precies. Want ik wil ook de andere finalisten ontmoeten. Toch Ja. gewoon echt een vibe Ja, opbouwen. Dus ja. ja, Ja, klopt. nee, komt wel Inderdaad. allemaal goed. Oké, goed. Prima. Succes ermee. Dankjewel. En you never know. Misschien lukt het je om erbij te zijn. Ja, dankjewel. Is Oké, gedaan. is goed. Doei. Thank you. Bye. Dat was dus ons gesprek met Emmanuel Sanfisi, een van de finalisten van Suripop 21. Het gala wordt op 3 december gehouden in het NIS. Hopelijk bent u erbij, want van Safisi weten we het nog niet zeker. Dus dat is een verrassing die waarschijnlijk op de dag pas bekendgemaakt zal worden. Hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van Q-Time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.